Vandaag in de Arreslee een kampioene die pas op haar 27e voor het eerst wereldkampioen allround werd. In 2012 stopte ze en onlangs won ze het tv-programma Expeditie Poolcirkel. Ik heb het over Paulien van Deutekom. Zij zit vandaag bij ons in de Arreslee. Barbara, de gouden race 1000 meter in 2005. Wat heeft dat met jou gedaan? Paulien, 5 jaar geleden dat je ook in een Arreslee zat. Vertel eens, wat komt er nu als herinnering bij je boven? Staat ik me meteen met de deur in huis vallen. Hoe kun je tijdens een Olympische Spelen vergeten te finishen? Ze werd wel gezien als de eeuwige vierde, maar in 2005 maakte ze daar in één klap een einde aan door op de 1000 meter wereldkampioen te worden. En ze kan nog dansen ook, want ze won in 2006 het tv-programma Dancing with the Stars. Ik heb het over Barbara Delor. Zij zit vandaag bij mij in de Arreslee. In hoeverre heeft die titel jou veranderd? Op dat moment waren er natuurlijk nog geen aparte categorieën, dames en heren. In hoeverre weet je op dat moment dat je als eerste dame rijdt? Ja, wat had er eigenlijk anders gemoeten? Ja, en je rugblessures heb je natuurlijk veel gehad en hartritmestoornissen. Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan? Je hebt in die zin pieken gekend en dus ook diepe dalen. Ja. Merkte je dat je omgeving daar ook anders mee omging? Nou, Cees, dankjewel dat je hier was. Erik, maak je borst maar nat in de studio. Paulien, dankjewel. Het rondje zit er alweer op. Kijk. Tof wordt kent, zoals Paulien het zei, diepe dalen en hoge pieken. Volgende week zijn we weer, dus graag tot volgende week. Nou, Barbara, het rondje zit erop. Dankjewel dat je hier was. Benieuwd wie er volgende week naast me in de Arreslee zit. Dat ziet u volgende week. Tot dan.